Met het project voor duurzaam bosbeheer kan er een voorbeeld worden gesteld voor dorpsgemeenschappen om op een duurzame wijze met het bos om te gaan. Dit vertelt de directeur van Tropenbos Suriname, Rudy van Kanten, aan onze nieuwsdienst. Vandaag heeft de organisatie het project Duurzaam Bosbeheer voor Dorpsontwikkeling afgesloten bij de Kroete Osso van het dorp Bronsweg. Vandaag heeft de afronding plaatsgevonden van een project wat 2 jaar in beslag heeft genomen. Waarbij we in het district Brokopondo, Bronsweg en omgeving, met name Nieuw-Gansi, en in het district Para, Bigipoika, hebben gewerkt. Wat heel belangrijk is, is dat zowel in Bigipoika als Nieuw-Gansi hadden we kapiteins, hele goede kapiteins die echt meewerken. Dat is belangrijk. Men heeft enthousiast meegewerkt. We hebben in beide dorpen een bosontwikkelingsplan gemaakt. En wat ook belangrijk is, er zijn permanent sampling plots opgezet. Dat zijn plots van 250 hectare die je kan gebruiken voor observatie. En dat is uniek voor Suriname. En verder hebben we ook gedaan aan landbouw, agroforestry. Van Kanten zegt dat het heel belangrijk is dat de beleidsmakers op de hoogte zijn van dit soort projecten. Vooral omdat de mijnbouw en houtkap middels projecten voor duurzaam bosbeheer met een betere organisatie kunnen worden uitgevoerd. De sponsor van het project is de Alcoa Foundation, terwijl de Van Hall-Larenstein Universiteit van Nederland de projectpartner is van Tropenbos Suriname. In onze nieuwsuitzending vanmorgen, zaterdag, komen wij terug op dit project.